Welkom op het luisterbankje. Dankjewel. Zoals gewoonlijk niks voorbereid allebei, dus we gaan gewoon zien waar het schip strandt. Prima. Wat wel leuk is als je je heel even wil voorstellen. Ja, ik ben Wiebke Kaan, ik ben psychiater en hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht en Altrecht. Ja, en een passie voor? Mijn passie gaat met name rondom leefstijl en gezondheid binnen de psychiatrie. En waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik denk dat er nog heel veel winst te behalen is om mensen minder klachten te krijgen door betere leefstijl en minder medicatie. Ja, dus dat zijn twee dingen die parallel gaan aan elkaar voor jou? Ja, denk het wel. Ja? Ja. En hoe uitzicht die passie voor leefstijl zich bij jou? Dat kwam eigenlijk door onderzoek. We hadden zelf onderzoek gedaan en zagen dat er over de tijd bij mensen met psychose hun hersenen verminderden in volume. En toen dachten we van wat is dat raar? Waardoor komt dat nou? Komt het door de ziekte of door de medicijnen? En kan je misschien zorgen dat die afname van die hersenen, kan je dat misschien tegengaan door bijvoorbeeld fitnessen? En toen hebben we een studie gedaan en toen bleek dat inderdaad het geval te zijn. En toen dacht ik, misschien moeten we dat dan ook op een andere manier gaan doen in de psychiatrie. En moeten we gaan kijken van wat kunnen we met leefstijlinterventies doen om minder klachten te krijgen. En misschien ook daardoor minder medicatie voor te schrijven. Mm-hmm. Dus dat is, ja. En je gaat er best ver in, toch? Hoezo, wil je? Nou, in de zin van, als je iets ontdekt hebt of iets gehoord hebt, dan ga je het ook uitproberen zelf, toch? Ja, dat klopt. Dat met dit kan, dat met medicatie is dan misschien wat minder handig. Ja, klopt. Maar help me eens, hoe werkt dat voor jou? Nou, ik was helemaal niet sportief. Toen heb ik dat zelf toen gezien met die studies en wat het effect is. Dus toen dacht ik, ik moet toch wel wat meer bewegen. Dus ik ben toen echt wat meer gaan bewegen. En als het niet helemaal in je zit en je krijgt het niet met je opvoeding mee. En bij ons, in mijn opvoeding was het veel roken. Er was altijd borrels en gezelligheid. Maar minder sportief. En toen ben ik zelf gaan kijken van wat doet sport eigenlijk met mij. En meer bewegen. En ik heb wel heel geleidelijk aan gedaan. En zeker ook omdat ik dat zie bij mijn eigen patiënten. Zie ik dat ze heel vaak inactief zijn geworden. En hoe kom je dan weer in beweging? Dat is eigenlijk dan de vraag. En ik dacht van dat is handig. Dan kan ik mezelf eigenlijk als proefpersoon gebruiken van hoe je dat doet. Dus 10 minuutjes fietsen per dag. En zo geleidelijk aan opgevoerd tot dat ik nu 3 keer tot 4 keer per week sport. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat in me zit. Andersom zelfs. Dat het in me zit. Dus, en hetzelfde met eten. Dus ik ben nu allemaal verschillende diëten aan het volgen om te kijken of dat ook je psychische gezondheid beïnvloedt. En hoe lang doe je daar dan aan zo'n dieet? Hoe lang hou je tenminste 3 maanden. Want dan moet je eerst, net zoals met medicijnen, je moet er aan wennen dat je een nieuw dieet hebt. Hè? Dus met medicijnen zie je dat ook. En als je het af gaat bouwen, dan merk je ook dat je lichaam daar weer helemaal aan moet wennen. Ja. Dus ik heb dus het ketogene dieet gedaan en het veganistische dieet en een glutenarm dieet. En ik heb ook gevast dat je alleen maar groene groentes mag eten. Dat laatste was echt geen succes. Aanraden. Nee, ik heb zo last van mijn benen gekregen. Oh, echt? Ja, echt. Heel vreselijk. Maar goed. Welke deed het meest met je? Nou, voor mij... Ja, misschien die groene wel, hoor, maar in positieve zin. Ja, bij mij was eigenlijk ketogene dieet. Dus dat betekent dat je geen koolhydraten neemt. Dat past het beste bij mij. Het veganistische dieet, daar werd ik ongelooflijk saai van. Dat de mensen al mee zeggen van, je lacht haast niet meer. Je bent gewoon veel te stabiel geworden. Veel te vlak geworden. Maar dat is voor iemand anders misschien wel een heel goed idee. Ja, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk allemaal individueel bepaald. Ja. Hey, en je bent psychiater en je doet veel onderzoek. Ja. Vanwaar die keuze? Of zit je ook nog heel veel met mensen? In direct contact? Ja, ik heb altijd doe ik patiëntenzorg.
En dat, daardoor krijg ik ook de ideeën. Dus mensen komen ook bij me langs en zeggen van, goh, nou, dit heeft bij mij geholpen. En dan ga ik gewoon, dan heb je ook weer een idee voor je onderzoek. Van, nou ja, misschien moeten we daar ons meer op focussen. Ja. Dus er kwam ook inderdaad ook een patiënt bij mij die een glutenarm dieet had gevolgd. En daardoor zijn psychotische klachten helemaal verdwenen waren. Dus nou ja, dat is hartstikke interessant om uit te zoeken. Ja. Ja. En als je nu naar de toekomst kijkt, hè, we hebben het er wel vaker over gehad, hè, dat bewegen en ja, leefstijl. Hoe zou het er mooi uitzien als het binnen de GGZ? Nou ja, het mooie is eigenlijk, hoe zou je het willen? Nou, daar hebben we wel ideeën over, van dat je veel meer kijkt naar de lichamelijke gezondheid en dat je ook gezamenlijk kijkt van hoe krijg je weer iemand op de rit als iemand ziek is geworden en nou ja, hoe krijg je dan weer iemand op de rit en wat doe je dan wat betreft de leefstijl? Want we weten bijvoorbeeld, mensen die in de GGZ worden opgenomen, die gaan ook vaker roken, gewoon omdat ze in de GGZ zitten, dan wordt er veel gerookt. Terwijl dat we weten, als je stopt met roken, dat daarmee ook je klachten weer verminderen. Dus nou ja, ik denk dat er nog gewoon veel winst te behalen is om het beter te doen. En dan ook, denk ik persoonlijk, dat je daardoor ook minder medicijnen hoeft voor te schrijven. En nu zie je dat mensen eigenlijk gebukt gaan onder de bijwerkingen van de medicatie. En daardoor ook weer zo eigenlijk een mindere kwaliteit van leven hebben. Ja. Het heeft echt een vicieuze cirkel. Dus je ziet, mensen worden vaak ook dikker van de medicijnen. En dan word je dikker, dan krijg je bijvoorbeeld slaapapneu. En dan ben je vermoeid, ook door de medicijnen, maar ook door de slaapapneu. Of door andere problemen. Dan zie je dat de gewrichten gaan lijden. Nou ja, en dan kom je op een vicieuze cirkel. En dan weet je eigenlijk niet meer, wat moet je nu doen om iemand weer gezond te krijgen? Dus ik denk het belangrijkste is om te zorgen dat je optimaal mensen eigenlijk behandelt. En dan kijkt op alle manieren hoe je iemand weer op de rit kan krijgen. Maar niet door mensen over te doseren van medicijnen. Nee, dus want dat echt is die combi tussen de somatiek eigenlijk en dan de psyche die daar. Want nu wat je ziet vaak is dat mensen, hè, wat we in de GGZ leren, is al die symptomen maar uitvragen. Ja. Hè, dus van, hoe gaat het? Heb je nog stemmen? Of hoe is het met je somberheid? En dan ga je dus echt heel erg steeds weer focussen. Voelt iemand zich net zo lekker? Ja. En dan ga je weer zeggen van, hoe zit het met je stemmen? Of denk je nog steeds dat je achtervolgd wordt? Mm. Nou ja, ik denk dat je dan juist dat op zich niet goed is om daar alleen maar op te focussen, omdat je dan niet iemand helpt om te kijken van wat gaat er wel goed en wat kan wel. Ja, ja, in mijn optiek, hè, ik volg dit helemaal een beetje, dus ik leef dit ook zo'n beetje. Ja. Ben jij wel ook iemand die niet heel erg van het schreeuwen en het podium is? Nee. Maar van het doen, mm-hmm, het testen, het met mensen gaan bekijken. Het online sportproject is daar ook zo'n onderdeel van. Ja. En als je gaat zoeken op Google vind je ontzettend veel over Wiebke Kaan. maar als je de manier waarop jij werkt, hè, even daarop op kijken. Van, is dat een bewuste insteek of is dat iets wat jou gewoon, zo ben jij, punt? Zo ben ik, denk ik. Ja? Ja, het is niet een bewuste insteek. En ik denk ook dat het bij je past. Dus je doet iets wat bij je past. Mm-hmm. Dus dit is wel van, ik denk dat het ook fijn is om gewoon een soort beweging te krijgen zonder dat je hoeft niet van de daken te schreeuwen om een beweging te krijgen in iets, denk ik. Ja. Dus het is wel iets wat bij me past, maar het is ook wel een soort visie. Ja. Ja. En waar is jouw liefde voor mensen ontstaan? Je zegt, vroeger hadden wij borrels en roken en gezelligheid. Ja, dat is nog steeds. daar hebben in die clubs mensen zitten natuurlijk. Ja. Ook mensen met bijzondere ervaringen. Waar is jouw liefde voor mensen ontstaan? Of mensen met een haakje of hoe je dat wil noemen? Nou ja, ik ben zelf een dochter van een psychiater. En dus mijn eerste jaren van mijn leven heb ik in een psychiatrische instelling gewoond. En ja, ik denk dat doordat ik die contacten had met mensen met een psychiatrisch probleem, al vanaf vroege leeftijd, dat je eigenlijk alles ziet als normaal. Dus dat was voor mij normaal. Ik zag nooit dat het afwijkend was of dat er problemen waren met mensen die daar waren opgenomen.
Dus je woonde echt op het terrein? Ik woonde echt in het, op het terrein. Dus we hadden een huis. En dan, dat was het huis voor de psychiater. En dan waren de vleugels, die zaten aan het huis vast. Dat waren de psychiatrische instelling. Ja. Je vader was psychiater, ja. Je moeder werkte daar ook? Die deed daar wel wat, maar niet, vooral huiswaar en deed wat in de bibliotheek toen. Ja, ja. Ja. En heb je nog broers en zussen? Ja, ik heb een zus, die is ouder. Is die en ook een broertje. Het vakgebied ingegaan? Nee, die is operazangeres. En mijn broertje is accountant, registeraccountant. Okay, dus die zijn niet die kant op. Nee, die zijn absoluut niet die kant. Als je teruggaat naar die tijd, wat, is er een verhaal dat je heel erg bij is gebleven? Het verhaal wat me meest erbij is gebleven is dat wij op vakantie gingen. En toen we terugkwamen van vakantie hadden de patiënten die daar woonden, de mensen die daar woonden, die hadden voor ons cadeautjes gemaakt. Omdat ze ons misten. Dat was gewoon natuurlijk gezellig om daar kinderen te hebben. En dus ze hadden een hele mooie kar gemaakt voor ons. En ze hadden ook een groot plakboek gemaakt. Van waar ze dus tijdschriften foto's hadden uitgeknipt en vastgeplakt. Want er was toen in die tijd geen lijm, of dat hadden ze niet daar. Met vla. Dus ze hadden dus zo'n groot plakboek met allemaal van alles en nog wat erin. Met vastgeplakt met vla. Ja. Heb je hem nog? Dat weet ik niet. Hij ligt misschien nog wel ergens, maar ik heb hem niet thuis. Ik denk dat hij ergens misschien bij mijn broertje ligt. Ja. Hey, en toen de tijd was de psychiatrie echt anders ingericht, neem ik aan. Hè? Ja. Was jouw vader ook een vooruitstrevende psychiater? Ik denk het wel, want hij is eigenlijk heeft zich gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie. Dus hij vond dat ongelooflijk belangrijk, dat menselijk contact ook. En mijn moeder die was een van de eerste die ook nog groepen heeft gestart voor partners. Dus ook al had zij niet voor partners mensen met dementie. Ja. Oh, wow. Dus, en in hoeverre wel. Denk je dat het hoe jouw vader heeft gewerkt invloed heeft op hoe jij nu werkt? Dus misschien dingen die je toen hebt gezien van nou, zo wil ik het niet, of... Heb je dingen juist wel meegenomen? Hè? Ik bedoel... Ja, dat menselijke, dat gewoon dat openstaan en naar iedereen zijn eigen verhaal luisteren, dat was altijd wel heel wat gebeurde bij ons. Bijvoorbeeld wat ik niet fijn vond van hem, maar aan de andere kant ook wel weer van hem geleerd had, dat op een gegeven moment dan... was dan toch wel erg aangedaan door zijn ziekte. En dan zei hij, nou nu is het even genoeg. En dan deed hij de deur dicht, weet je. En dat vond ik als kind, vond ik dat best wel lastig, weet je. Dat je dus iemand helemaal uitsluit en de deur dicht doen. Want iemand kon dan niet stoppen met praten. Achteraf denk je van, ja, dat is logisch dat je dat dan doet. Maar ik vond het nogal heftig, ja. Als kind. Inderdaad, en doe je dat zelf nu ook af en toe? Ja, af en toe kan moet je. Ja. Ook om zelf overeind te blijven, kan ik me voorstellen. En als je nu kijkt naar je eigen manier van werken, is er iets waarvan je denkt, daar is mijn vader trots op? Zo had hij het eigenlijk toen de tijd ook willen doen. Ik denk dat hij gewoon sowieso wel trots is. En hij is net overleden, maar goed... Ik denk dat is dat de manier van werken, dat zou wel liggen. En zeker was hij altijd geïnteresseerd in wat nu de psychiatrie heeft zich wel ontwikkeld natuurlijk. Maar hij was toch ook wel echt heel erg sociaal ingesteld. Dus ik denk dat hij dat zeer... En dat deursluitmoment wat jij bij je vader had, hè, dat je raar vond, heeft hij ook momenten wel eens geuit van, joh, wat doe je nu? Niet concreet. Niet dat ik dat weet. Nee. Nee. Hij vond wel dat ik ben toen op een gegeven moment naar New York gegaan en daar gewerkt. Hij vond hij wel van, goh, moet dat nou allemaal zo in die... moet dat allemaal zo ver weg? Ja, er is hier genoeg te halen. Geweldig. Goed, hij vond het ook heel erg leuk om alle die oude inrichtingen te zien in al die verschillende landen. Want die waren ook altijd weer anders. Hè? Dus het is echt de oude psychiatrie.
En dus meer vanuit een historisch perspectief. Vond het interessant. Ja. Prachtig. Mooie dingen zijn dat. Ja. Hey, we hebben het over veel verleden dingetjes. Ja. Wat vergeet ik? Wat vergeet je? Is er iets waarvan je denkt, nou, hè, we zitten nu hier op dat bankje, je luistert naar me. Ja. Hier heb je nog niet naar geluisterd. Dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik niet heb verteld. Dus ja, dan is het een beetje de vraag van wat zou je nog willen vertellen? Ik zal misschien iets kaderen als het gaat over inclusie. Hè. We zitten in de inclusieweek. Ja. Wat vind je überhaupt van dat concept? Ja, ik vind het een prachtig concept. Ik vind gewoon dat toch te weinig gebeurt. Ja. En zeker ook nog in de GGZ, ook al zeggen ze dat ze het wel doen. Vallen er gewoon mensen buiten de boot. En dan denk je van waarom? Wat is daarvoor de reden? En ja, dat is natuurlijk gewoon ook een sociaal ding. Dus ik denk, je moet... Hoe moet ik dat zeggen? Het is wat wij als mensen doen. Als wij iets niet snappen, dan stoten we het af. Hè? Dat is de eerste reactie. Of als we iets niet aan iets gewend zijn, dan zetten we mensen buiten. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om meer te vertellen over psychiatrische problemen en psychische problemen. Want als mensen het niet begrijpen, dan krijg je dat soort processen. Terwijl als je meer uitleg geeft, dan hopelijk lukt het dan ook beter om dat het normaal is. Dat je ook inderdaad psychische problemen mag hebben. Mm-hmm. En dat mensen ook snappen waar het vandaan komt. En dat bedoel ik niet vandaan komen dat je dan altijd maar weer moet verontschuldigen dat het niet van je ouders komt of van de opvoeding of van dat het ook gewoon in je kan zitten en dat er natuurlijk ook best live events zijn waardoor psychische klachten kunnen worden veroorzaakt, maar dat het echt gaat over van wat gaat er dan in je om, wat gebeurt er en wat helpt en hoe kan je herstellen en dat soort verhalen zijn denk ik ongelooflijk belangrijk voor om mensen te includeren in onze maatschappij die deze klachten hebben en dat zijn er toch heel wat. Ja, nou, 1 op de 5 nu. 25% dus. Dus het is heel raar dat we dat eigenlijk toch te weinig uitleggen vanuit de psychiatrie. Wat er dan gaande is in iemands hoofd. En wie is daar verantwoordelijk voor? Of voor die uitleg? Ik denk alle partijen, denk ik. Ik denk niet dat alleen bij de GGZ moet liggen. Dat moet ook bij de mensen die het ondergaan liggen. Mm-hmm. Maar ja, omdat er zo'n stigma op zit, is dat nog best lastig. Ja. Dus daar kunnen we vanuit de GGZ en de psychiatrie echt wel nog wel wat helpen, denk ik. Ja. Nog even één dingetje, want we hebben het inderdaad over vooroordelen en niet begrepen voelen. Volgens mij gaat het ook heel vaak andersom naar psychiaters toe, dat we ze niet snappen. Ja. Taal is vaak moeilijk, er zitten veel vooroordelen op het psychiater zijn. Ja. We gaan met Alain Ralston daar ook nog in deze week iets mee doen. Ik denk dat heel belangrijk is. Voel je dat zelf? Tot daar nog een onbegrepen stuk in hoe jij werkt. Hè? Heel platgeslagen. Psychiaters zijn de mensen die ons opnemen. Ja. Die pillen voorschrijven. Punt. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Zodra je zegt dat je psychiater bent op een feestje, dan is het of dat mensen dan echt heel veel gaan vragen en spreken. Maar er zijn ook mensen die dan heel snel wegrennen. Ja. En die mensen die heel snel wegrennen, dan denk je van, oh, help, wat gebeurt daar? Weet je wel, wat voor ideeën hebben ze rondom een psychiater dan? Mm-hmm. Dus ja, daar zit ook een stigma op psychiater zijn. Dus het is inderdaad meer dan opname en pillen geven. Psychiatrisch, toch, dat maakt het zo leuk om alle facetten en in de context kijken van hoe je iemands levensvreugde weer kan toenemen. Ja, want dat blijft toenemen. De essentie. Hè? Ja. Ik bedoel, mensen denken altijd dat je op het slechte stuk zit. Ja. Maar eigenlijk wil je juist ook als psychiater heel erg zorgen dat iemand weer mee mag doen. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat is meedoen is winnen voor jou? Nou, meedoen is winnen. Ik zat vandaag even over na te denken wat meedoen is winnen voor mij is. En dat is eigenlijk,
als je kijkt naar hoe we de kinderen opvoeden, dan gaat het altijd over ze moeten winnen. Hè? Dus de beste wordt ook altijd beloond. En als je denkt aan meedoen is winnen, dan gaat het over wat je zelf wint daarmee. En dat is eigenlijk, denk ik, belangrijk. En dat zou eigenlijk in de maatschappij überhaupt wat meer mogen worden gepropageerd. Ja. Omdat, ja, als ik denk aan mezelf, van ja, ik was nooit de beste in sport. Maar ik doe nu wel mee met sport. En soms heb je dan nog wel altijd de neiging om jezelf te vergelijken met anderen. Maar het gaat echt over wie je zelf bent en wat je zelf kan doen en met jouw eigen competenties. En het gaat niet over hoe jij ten opzichte van die anderen staat. Dus vergelijk je vooral niet met die anderen. En kijk van wat je zelf wil en hoe je zelf eigenlijk hoe je zelf het beste uit het leven kan halen. Prachtig. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja? Ja, dankjewel okay. voor dit gesprek. Graag gedaan. Leuk om hier te zijn. Ja, toch? Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Inclusiegasten. Vandaag gaat Frank Bonenkamp in gesprek met Wiebke Kaan. Veel plezier. Yes, Wiebke. Welkom op het luisterbankje. Dankjewel. Zoals gewoonlijk niks voorbereid, allebei. Dus we gaan gewoon zien waar het schip strandt. Prima. Wat wel leuk is als je je heel even wil voorstellen. Ja, ik ben Wiebke Kaan. Ik ben psychiater en hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht en Altrecht. Ja, en een passie voor? Mijn passie gaat met name rondom leefstijl en gezondheid binnen de psychiatrie. En waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik denk dat er nog heel veel winst te behalen is om mensen minder klachten te krijgen door betere leefstijl en minder medicatie. Ja, dus dat zijn twee dingen die parallel gaan aan elkaar voor jou? Ja, denk het wel. Ja? Ja. En hoe uitzicht die passie voor leefstijl zich bij jou? Dat kwam eigenlijk door onderzoek. We hadden zelf onderzoek gedaan en zagen dat er over de tijd bij mensen met psychose hun hersenen verminderden in volume. En toen dachten we van wat is dat raar? Waardoor komt dat nou? Komt het door de ziekte of door de medicijnen? En kan je misschien zorgen dat die afname van die hersenen, kan je dat misschien tegengaan door bijvoorbeeld fitnessen? En toen hebben we een studie gedaan en toen bleek dat inderdaad het geval te zijn. En toen dacht ik, misschien moeten we dat dan ook op een andere manier gaan doen in de psychiatrie. En moeten we gaan kijken van wat kunnen we met leefstijlinterventies doen om inderdaad minder klachten te krijgen. En misschien ook daardoor minder medicatie voor te schrijven. Mm-hmm. Dus dat is, ja. En je gaat er best ver in, toch? Hoezo, wil je? Nou, in de zin van, als je iets ontdekt hebt of iets gehoord hebt, dan ga je het ook uitproberen zelf, toch? Ja, dat klopt. Dat met dit kan, dat met medicatie is dat misschien wat minder handig. Ja, klopt. Maar help me eens, hoe werkt dat voor jou? Nou, ik was helemaal niet sportief. En toen heb ik dat zelf toen gezien met die studies en wat het effect is. Dus toen dacht ik, ik moet toch wel wat meer bewegen. Dus ik ben toen echt wat meer gaan bewegen. En als het niet helemaal in je zit en je krijgt het niet met je opvoeding mee. En bij ons, in mijn opvoeding was het veel roken. Er was altijd borrels en weet je, dat soort gezelligheid. Maar minder sportief. En toen ben ik zelf gaan kijken van wat doet sport eigenlijk met mij. En meer bewegen. En ik heb wel heel geleidelijk aan gedaan. En zeker ook omdat ik dat zie bij mijn eigen patiënten. Zie ik dat ze heel vaak inactief zijn geworden. En hoe kom je dan weer in beweging? Dat is eigenlijk dan de vraag. En ik dacht van dat is handig. Dan kan ik mezelf eigenlijk als proefpersoon gebruiken van hoe je dat doet. Dus 10 minuutjes fietsen per dag. En zo geleidelijk aan opgevoerd tot dat ik nu 3 keer tot 4 keer per week sport. Dus ik kan het eigenlijk niet voorstellen dat dat in me zit. Dat het in me zit. Dus, en hetzelfde met eten. Dus ik ben nu allemaal verschillende diëten aan het volgen om te kijken of dat ook je psychische gezondheid beïnvloedt. En hoe lang doe je daar dan aan zo'n dieet? Hoe lang hou je tenminste 3 maanden. Want dan moet je eerst, net zoals met medicijnen, je moet er aan wennen dat je een nieuw dieet hebt. Hè? Dus met medicijnen zie je dat ook. En als je het af gaat bouwen, dan merk je ook dat je lichaam daar weer helemaal
aan moet wennen. Ja. Dus ik heb dus het ketogene dieet gedaan en het veganistische dieet en een glutenarm dieet. En ik heb ook gevast dat je alleen maar groene groentes mag eten. Dat laatste was echt geen succes. Aanraden. Nee, ik heb zo last van mijn benen gekregen. Okay. Ja, echt. Heel vreselijk. Maar goed. Welke deed het meest met je? Nou, voor mij... Ja, misschien die groene wel, hoor, maar in positieve zin. Ja, bij mij was eigenlijk ketogene dieet. Dus dat betekent dat je geen koolhydraten neemt. Dat past het beste bij mij. Het veganistische dieet, ja, daar werd ik ongelooflijk saai van. Dat de mensen al mee zeiden van, ja, je lacht haast niet meer. Okay. Je bent gewoon veel te stabiel geworden. Veel te vlak geworden. Maar ja, dat is voor iemand anders misschien wel een heel goed idee. Ja, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk allemaal individueel bepaald. Ja. Hey, en je bent psychiater en je doet veel onderzoek. Ja. Vanwaar die keuze? Of zit je ook nog heel veel met mensen in direct contact? Ja, ik heb altijd doe ik patiëntenzorg en daardoor krijg ik ook de ideeën. Dus mensen komen ook bij me langs en zeggen van, goh, nou, dit heeft bij mij geholpen. En dan ga ik gewoon, dan heb je ook weer een idee voor je onderzoek van, misschien moeten we daar ons meer op focussen. Ja. Dus er kwam ook inderdaad ook een patiënt bij mij die een glutenarm dieet had gevolgd. En daardoor zijn psychotische klachten helemaal verdwenen waren. Dus nou ja, dat is heel hartstikke interessant om uit te zoeken. Ja. Ja. En als je nu naar de toekomst kijkt, hè, we hebben het er wel vaker over gehad, hè, dat bewegen en leefstijl. Hoe zou het er mooi uitzien als het binnen de GGZ? Nou ja, het mooie is eigenlijk, hoe zou je het willen? Nou, daar hebben we wel ideeën over, van dat je veel meer kijkt naar de lichamelijke gezondheid en dat je ook gezamenlijk kijkt van hoe krijg je weer iemand op de rit als iemand ziek is geworden en nou ja, hoe krijg je dan weer iemand op de rit en wat doe je dan wat betreft de leefstijl? Want we weten bijvoorbeeld, mensen die in de GGZ worden opgenomen, die gaan ook vaker roken, gewoon omdat ze in de GGZ zitten, dan wordt er veel gerookt. Terwijl dat we weten, als je stopt met roken, dat daarmee ook je klachten weer verminderen. Dus nou ja, ik denk dat er nog gewoon veel winst te behalen is om het beter te doen. En dan ook, denk ik persoonlijk, dat je daardoor ook minder medicijnen hoeft voor te schrijven. En nu zie je dat mensen eigenlijk gebukt gaan onder de bijwerkingen van de medicatie. En daardoor ook weer zo eigenlijk een mindere kwaliteit van leven hebben. Ja. Het heeft echt een vicieuze cirkel. Dus je ziet, mensen worden vaak ook dikker van de medicijnen. En dan word je dikker, dan krijg je bijvoorbeeld slaapapneu. En dan ben je vermoeid, ook door de medicijnen, maar ook door de slaapapneu. Of door andere problemen. Dan zie je dat de gewrichten gaan lijden. Nou ja, en dan kom je op een vicieuze cirkel. En dan weet je eigenlijk niet meer... Wat moet je nu doen om iemand weer gezond te krijgen? Dus ik denk het belangrijkste is om te zorgen dat je optimaal mensen eigenlijk behandelt. En dan kijkt op alle manieren hoe je iemand weer op de rit kan krijgen. Maar niet door mensen over de doseren van medicijnen. Nee, dus want dat echt is die combi tussen de somatiek eigenlijk en dan de psyche die daar... Want nu wat je ziet vaak is dat mensen, hè, wat we in de GGZ leren, is al die symptomen maar uitvragen. Ja. Hè, dus van, hoe gaat het? Heb je nog stemmen? Of hoe is het met je somberheid? En dan ga je dus echt heel erg steeds weer focussen. Voelt iemand zich net zo lekker? Ja. En dan ga je weer zeggen van, hoe zit het met je stemmen? Of denk je nog steeds dat je achtervolgd wordt? Mm. Nou ja, ik denk dat je dan juist... Dat op zich niet goed is om daar alleen maar op te focussen, omdat je dan niet iemand helpt om te kijken van wat gaat er wel goed en wat kan wel. Ja, ja, in mijn optiek, hè, ik volg dit helemaal een beetje, dus ik leef dit ook zo'n beetje. Ja. Ben jij wel ook iemand die niet heel erg van het schreeuwen en het podium is, nee. Maar van het doen, mm-hmm. het testen, het met mensen gaan bekijken? Het online sportproject is daar ook zo'n onderdeel van. Ja. En als je gaat zoeken op Google vind je ontzettend veel over Wiebke Kaan. maar als je de manier waarop jij werkt, hè, even daarop op kijken. Van, is dat een bewuste insteek of is dat iets wat jou gewoon... Zo ben jij, punt?
Zo ben ik, denk ik. Ja? Ja, het is niet een bewuste insteek. En ik denk ook dat het bij je past. Dus je doet iets wat bij je past. Mm-hmm. Dus dit is wel van, ik denk dat het ook fijn is om gewoon een soort beweging te krijgen zonder dat je, je hoeft niet van de daken te schreeuwen om een beweging te krijgen in iets, denk ik. Ja. Dus het is wel iets wat bij me past, maar het is ook wel een soort visie. Ja. En waar is jouw liefde voor mensen ontstaan? Je zegt vroeger hadden wij borrels en roken en gezelligheid. Ja, dat is nog steeds. Daar hebben in die clubs mensen zitten natuurlijk ook mensen met bijzondere ervaringen. En waar is jouw liefde voor mensen ontstaan? Of mensen met een haakje of hoe je dat wil noemen? Nou ja, ik ben zelf een dochter van een psychiater. En dus mijn eerste jaren van mijn leven heb ik in een psychiatrische instelling gewoond. En ik denk dat doordat ik die contacten had met mensen met een psychiatrisch probleem, al vanaf vroege leeftijd, dat je eigenlijk alles ziet als normaal. Dus dat was voor mij normaal. Ik zag nooit dat het afwijkend was of dat er problemen waren met mensen die daar waren opgenomen. Dus je woonde echt op het terrein? Ik woonde echt op het terrein, dus we hadden een huis en dan... dat was de huis voor de psychiater. En dan waren de vleugels, die zaten aan het huis vast, dat waren de psychiatrische instelling. Okay, dan je vader was psychiater, je moeder werkte daar ook? Die deed daar wel wat, maar niet vooral huismoeder en deed wat in de bibliotheek toen. Ja, ja. En heb je nog broers en zussen? Ja, ik heb een zus, die is ouder. Is die en ook een broertje. Het vakgebied ingegaan? Nee, die is operazangeres. En mijn broertje is accountant, registeraccountant. Okay, dus die zijn niet die kant op. Nee, die zijn absoluut niet die kant. Als je teruggaat naar die tijd, is er een verhaal dat je heel erg bij is gebleven? Het verhaal wat me meest erbij is gebleven is dat wij op vakantie gingen. En toen we terugkwamen van vakantie hadden de patiënten die daar woonden, de mensen die daar woonden, die hadden voor ons cadeautjes gemaakt. Omdat ze ons misten. Dat was gewoon natuurlijk gezellig om daar kinderen te hebben. En dus ze hadden een hele mooie kar gemaakt voor ons. En ze hadden ook een groot plakboek gemaakt. Van waar ze dus tijdschriften foto's hadden uitgeknipt en vastgeplakt. Want er was toen in die tijd geen lijm, of dat hadden ze niet daar. Met vla. Dus ze hadden dus zo'n grote plakboek met allemaal van alles en nog wat erin. Met vastgeplakt met vla. Ja. Heb je hem nog? Dat weet ik niet. Hij ligt misschien nog wel ergens, maar ik heb hem niet thuis. Ik denk dat hij ergens misschien bij mijn broertje ligt. Ja. Hey, en toen de tijd was de psychiatrie echt anders ingericht, neem ik aan. Hè? Ja. Was jouw vader ook een vooruitstrevende psychiater? Ik denk het wel. Want hij is eigenlijk heeft zich gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie. Dus hij vond het ongelooflijk belangrijk dat menselijk contact ook. En mijn moeder die was een van de eerste die ook nog groepen heeft gestart voor partners. Dus ook al had zij niet voor partners van mensen met dementie. Ja. Oh, wow. Dus, en in hoeverre denk je dat het hoe jouw vader heeft gewerkt invloed heeft op hoe jij nu werkt? Dus misschien dingen die je toen hebt gezien van nou, zo wil ik het niet. Of heb je dingen juist wel meegenomen? Hè? Ik bedoel... Ja, dat menselijke en gewoon dat openstaan en naar iedereen zijn eigen verhaal luisteren, dat was altijd wel heel wat gebeurde bij ons. Bijvoorbeeld wat ik niet fijn vond van hem, maar aan de andere kant ook wel weer van hem geleerd had, dat op een gegeven moment dan... was door iemand was dan toch wel erg aangedaan door zijn ziekte. En dan zei hij, nou nu is het even genoeg. En dan deed hij de deur dicht, weet je. En dat vond ik als kind, vond ik dat best wel lastig, weet je. Dat je dus iemand helemaal uitsluit en de deur dicht doen. Want iemand kon dan niet stoppen met praten. Achteraf denk je van, dat is logisch dat je dat dan doet. Maar ik vond het nogal heftig, als kind. Inderdaad, en doe je dat zelf nu ook af en toe? Ja, af en toe moet je. Ook om zelf overeind te blijven, kan ik me voorstellen. En als je nu kijkt naar je eigen manier van werken, is er iets waarvan je denkt, daar is mijn vader trots op? Zo had hij het eigenlijk toen de tijd ook willen doen.
Ja, ik denk dat hij gewoon sowieso wel trots is. En ja, hij is net overleden, maar goed. Ik denk dat hij dat de manier van werken, ja, dat zou hem wel liggen. En zeker was hij altijd geïnteresseerd in wat nu de psychiatrie heeft zich wel ontwikkeld natuurlijk. Dus, maar hij was toch ook wel echt heel erg sociaal ingesteld. Dus ik denk dat hij dat zeer... En dat deursluitmoment wat jij bij je vader had, hè, dat je raar vond. Ja. Heeft hij ook momenten wel eens geuit van, joh, wat doe je nu? Nee, niet concreet. Nee, niet dat ik dat weet. Nee. Nee. Hij vond wel dat ik ben toen op een gegeven moment naar New York gegaan en daar gewerkt. Vond hij wel van, goh, moet dat nou allemaal zo in die... moet dat allemaal zo ver weg? Ja, er is hier genoeg te halen. Ja, geweldig. Hij vond het ook heel erg leuk om alle die oude inrichtingen te zien in al die verschillende landen. Want die waren ook altijd weer anders. Hè? Dat is echt de oude psychiatrie. Dus meer vanuit een historisch perspectief. Vond hij interessant. Ja. Prachtig. Mooie dingen zijn dat. Ja. Hey, we hebben het over veel verleden dingetjes. Ja. Wat vergeet ik? Wat vergeet je? Is er iets waarvan je denkt, nou, hè, we zitten nu hier op dat bankje. Je luistert naar me. Ja. Hier heb je nog niet naar geluisterd. Dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik niet heb verteld. Dus ja, dan is het een beetje de vraag van wat zou je nog willen vertellen? Ik zal misschien iets kaderen als het gaat over inclusie. Hè. We zitten in de inclusieweek. Ja. Wat vind je überhaupt van dat concept? Ja, ik vind het een prachtig concept. Ik vind gewoon dat toch te weinig gebeurt. Ja. En zeker ook nog in de GGZ, ook al zeggen ze dat ze het wel doen, vallen er gewoon mensen buiten de boot. En dan denk je van waarom? Wat is daarvoor de reden? En dat is natuurlijk gewoon ook een sociaal ding. Dus ik denk, je moet... Hoe moet ik dat zeggen? Het is wat wij als mensen doen. Als wij iets niet snappen, dan stoten we het af. Hè? Dat is de eerste reactie. Of als we iets niet aan iets gewend zijn, dan zetten we mensen buiten. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om meer te vertellen over psychiatrische problemen en psychische problemen. Want als mensen het niet begrijpen, dan krijg je dat soort processen. Terwijl als je meer uitleg geeft, dan hopelijk lukt het dan ook beter om dat het normaal is. Dat je ook inderdaad psychische problemen mag hebben. Mm-hmm. En dat mensen ook snappen waar het vandaan komt. En dat bedoel ik niet vandaan komen dat je dan altijd maar weer moet verontschuldigen dat het niet van je ouders komt of van de opvoeding of van dat het ook gewoon in je kan zitten en dat er natuurlijk ook best live events zijn waardoor psychische klachten kunnen worden veroorzaakt, maar dat het echt gaat over van wat gaat er dan in je om, wat gebeurt er en wat helpt en hoe kan je herstellen en dat soort verhalen zijn denk ik ongelooflijk belangrijk voor om mensen te includeren in onze maatschappij die deze klachten hebben en dat zijn er toch heel wat. Ja, nou, 1 op de 5 nu. 25% dus. Dus het is heel raar dat we dat eigenlijk toch te weinig uitleggen vanuit de psychiatrie. Wat er dan gaande is in iemands hoofd. En wie is daar verantwoordelijk voor? Of voor die uitleg? Ik denk alle partijen, denk ik. Ik denk niet dat alleen bij de GGZ moet liggen. Dat moet ook bij de mensen die het ondergaan liggen. Mm-hmm. Maar ja, omdat er zo'n stigma op zit, is dat nog best lastig. Ja. Dus daar kunnen we vanuit de GGZ en de psychiatrie echt wel nog wel wat helpen, denk ik. Ja. Nog even één dingetje, want we hebben het inderdaad over vooroordelen en niet begrepen voelen. Volgens mij gaat het ook heel vaak andersom naar psychiaters toe, dat we ze niet snappen. Ja. Taal is vaak moeilijk, er zitten veel vooroordelen op het psychiater zijn. Ja. We gaan met Alain Ralston daar ook nog in deze week iets mee doen. Ik denk dat heel belangrijk is. Voel je dat zelf? Tot daar nog een onbegrepen stuk in hoe jij werkt. Hè? Heel platgeslagen.
Psychiaters zijn de mensen die ons opnemen, die pillen voorschrijven, punt. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Zodra je zegt dat je psychiater bent op een feestje, dan is het of dat mensen dan echt heel veel gaan vragen en spreken. Maar er zijn ook mensen die dan heel snel wegrennen. Ja. En die mensen die heel snel wegrennen, dan denk je van, oh, help, wat gebeurt daar? Weet je wel, wat voor ideeën hebben ze rondom een psychiater dan? Mm-hmm. Dus ja, daar zit ook een stigma op psychiater zijn. Ja, dus het is inderdaad meer dan opname en pillen geven. Psychiater is, toch, dat maakt het zo leuk om alle facetten en in de context kijken van hoe je iemands levensvreugde weer kan laten. Ja, want dat blijft toenemen. De essentie. Hè? Ja. Ik bedoel, mensen denken altijd dat je op het slechte stuk zit. Ja. Maar eigenlijk wil je juist ook als psychiater heel erg zorgen dat iemand weer mee mag doen. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat is meedoen is winnen voor jou? Nou, meedoen is winnen. Ik zat vandaag even over na te denken wat meedoen is winnen voor mij is. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar hoe we de kinderen opvoeden, dan gaat het altijd over ze moeten winnen. Hè? Dus de beste wordt ook altijd beloond. En als je denkt aan meedoen is winnen, gaat het over wat je zelf wint daarmee. En dat is eigenlijk, denk ik, belangrijk. En dat zou eigenlijk in de maatschappij überhaupt wat meer mogen worden gepropageerd. Ja. Omdat, als ik denk aan mezelf, ik was nooit de beste in sport. Maar ik doe nu wel mee met sport. En soms heb je dan nog wel altijd de neiging om jezelf te vergelijken met anderen. Maar het gaat echt over wie je zelf bent en wat je zelf kan doen. En met jouw eigen competenties. En het gaat niet over hoe jij ten opzichte van die anderen staat. Dus vergelijk je vooral niet met die anderen. En kijk van wat je zelf wil. En hoe je zelf eigenlijk hoe je zelf het beste uit het leven kan halen. Prachtig. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja? Ja, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Leuk om hier te zijn. Ja, toch? Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Inclusiegasten. Vandaag gaat Frank Bonenkamp in gesprek met Wiebke Kaan. Veel plezier. Yes, Wiebke. Welkom op het luisterbankje. Dankjewel. Zoals gewoonlijk niks voorbereid, allebei. Dus we gaan gewoon zien waar het schip strandt. Prima. Wat wel leuk is als je je heel even wil voorstellen. Ja, ik ben Wiebke Kaan. Ik ben psychiater en hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht en Altrecht. Ja, en een passie voor? Mijn passie gaat met name rondom leefstijl en gezondheid binnen de psychiatrie. En waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik denk dat er nog heel veel winst te behalen is om mensen minder klachten te krijgen door betere leefstijl en minder medicatie. Ja, dus dat zijn twee dingen die parallel gaan aan elkaar voor jou? Ja, denk het wel. Ja? Ja. En hoe uitzicht die passie voor leefstijl zich bij jou? Dat kwam eigenlijk door onderzoek. We hadden zelf onderzoek gedaan en zagen dat er over de tijd bij mensen met psychose hun hersenen verminderden in volume. En toen dachten we van wat is dat raar? Waardoor komt dat nou? Komt het door de ziekte of door de medicijnen? En kan je misschien zorgen dat die afname van die hersenen, kan je dat misschien tegengaan door bijvoorbeeld fitnessen? En toen hebben we een studie gedaan en toen bleek dat inderdaad het geval te zijn. En toen dacht ik, misschien moeten we dat dan ook op een andere manier gaan doen in de psychiatrie. En moeten we gaan kijken van wat kunnen we met leefstijl interventies doen om minder klachten te krijgen. En misschien ook daardoor minder medicatie voor te schrijven. Mm-hmm. Dus dat is, En je gaat er best ver in, toch? Hoezo, wil je? Nou, in de zin van, als je iets ontdekt hebt of iets gehoord hebt, dan ga je het ook uitproberen zelf, toch? Ja, dat klopt. Dat met dit kan, dat met medicatie is dan misschien wat minder handig. Ja, klopt. Maar help me eens, hoe werkt dat voor jou? Nou, ik was helemaal niet sportief. Toen heb ik dat zelf toen gezien met die studies en wat het effect is. Dus toen dacht ik, ik moet toch wel wat meer bewegen. Dus ik ben toen echt wat meer gaan bewegen. En als het niet helemaal in je zit en je krijgt het niet met je opvoeding mee. En bij ons, in mijn opvoeding was het veel roken. Er was altijd borrels en weet je, dat soort gezelligheid.
Maar minder sportief. En toen ben ik zelf gaan kijken van wat doet sport eigenlijk met mij. En meer bewegen. En ja, ik heb wel heel geleidelijk aan gedaan. En zeker ook omdat ik dat zie bij mijn eigen patiënten. Zie ik dat ze heel vaak inactief zijn geworden. Mm-hmm. En hoe kom je dan weer in beweging? Dat is eigenlijk dan de vraag. En ik dacht van ja, dat is handig. Dan kan ik mezelf eigenlijk als proefpersoon gebruiken van hoe je dat doet. Dus 10 minuutjes fietsen per dag. En nou ja, zo geleidelijk aan opgevoerd dat ik nu... Nou ja, 3 keer tot 4 keer per week sport. Dus ik kan het eigenlijk niet voorstellen dat dat in me zit. Dat het in me zit. Ja, dus, ja. En hetzelfde met eten. Dus ik ben nu allemaal verschillende diëten aan het volgen om te kijken of dat ook je psychische gezondheid beïnvloedt. En hoe lang doe je daar dan aan zo'n dieet? Hoe lang hou je tenminste 3 maanden. Want dan moet je eerst, net zoals met medicijnen, je moet er aan wennen dat je een nieuw dieet hebt. Hè? Dus met medicijnen zie je dat ook. En als je het af gaat bouwen, dan merk je ook dat je lichaam daar weer helemaal aan moet wennen. Ja. Dus ik heb dus het ketogene dieet gedaan en het veganistische dieet en een glutenarm dieet. En ik heb ook gevast. Dat je alleen maar groene groentes mag eten. Dat laatste was echt geen succes. Aanraden. Nee, ik heb zo last van mijn benen gekregen. Oh, echt? Ja, echt. Heel vreselijk. Maar goed. Welke deed het meest met je? Nou, voor mij... Ja, misschien die groene wel, hoor, maar in positieve zin. Ja, bij mij was eigenlijk ketogene dieet. Dus dat betekent dat je geen koolhydraten neemt. Dat past het beste bij mij. Het veganistische dieet, ja, daar werd ik ongelooflijk saai van. Dat de mensen al mee zeggen van, ja, je lacht haast niet meer. Okay. Je bent gewoon veel te stabiel geworden. Veel te vlak geworden. Maar ja, dat is voor iemand anders misschien wel een heel goed idee. Ja, inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk allemaal individueel bepaald. Ja. Hey, en je bent psychiater en je doet veel onderzoek. Ja. Vanwaar die keuze? Of zit je ook nog heel veel met mensen? In direct contact? Ja, ik doe patiëntenzorg. En daardoor krijg ik ook de ideeën. Dus mensen komen ook bij me langs en zeggen van... Goh, nou, dit heeft bij mij geholpen. En dan heb je ook weer een idee voor je onderzoek. Van, misschien moeten we daar ons meer op focussen. Ja. Dus er kwam ook inderdaad ook een patiënt bij mij die een glutenarm dieet had gevolgd. En daardoor zijn psychotische klachten helemaal verdwenen waren. Dus dat is hartstikke interessant om uit te zoeken. Ja. En als je nu naar de toekomst kijkt, hè, we hebben het er wel vaker over gehad, hè, dat bewegen en leefstijl. Hoe zou het er mooi uitzien? Als... 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1.